Breuken. En je denkt je misschien, ja, breuken, waarom gaan we breuken doen? Nou, ik zal je vertellen, je gaat straks in kern 3, gaan jullie letterrekenen doen, maar dan met breuken. En als je het letterrekenen goed beheerst, en de meeste van jullie doen dat, want we hebben vorig jaar echt lang weer stilgestaan, hebben de meeste van jullie goed gedaan, dan is dat toch nog lastig als je niet de regels van de breuken kent. En eigenlijk is dat veel makkelijker dan het letterrekenen op zich. De breuken zijn gewoon een paar regeltjes die je moet weten. Het schrikt soms een beetje af. Maar als je gewoon zorgt dat je de regeltjes weet, dan kun je het zo maken. En ik ga ook nog zo'n filmpje maken met voorkennis met letterrekenen, zeg maar. He, dus dat komt nog. Nou, daar gaan we. Ja, wat gaan we doen? Plus en min met breuken, keer met breuken, maar ook delen met breuken. Je moet hier echt de regeltjes weten. Dus als je breuken gaat optellen, dan ga je kijken, zo, hoe heten ze? Nou, het zijn 7 dus, allebei. En hier heb ik er 2 van en hier heb ik er 3 van. Wat ik vaak zie gebeuren is dat mensen dan dit opschrijven. Zo van, 2 plus 3 is 5, 7 plus 7 is 14. Maar dat is niet goed, dat is echt niet goed. Want daarbij is een naam eigenlijk ook aan het optellen. Dit is zijn naam, zo heet hij gewoon. En dit heet ook de noemer. Zijn naam. Dit is het aantal, ofwel de teller. En dat is ook het enige waar je iets mee moet doen als je gaat optellen. Als je andere dingen gaat optellen, als ik ga tellen hoeveel marsen er zijn, dat is een slecht voorbeeld. Ik zeg, gebruik ook de marsennaam niet, maar dat is een slecht voorbeeld. Maar dit is dus alleen maar hoe dat die heet, die 7 dus. Dus daar moet je niets mee doen bij plus en min. Wat doen we nu wel? Nou, we gaan gewoon kijken hoeveel heb ik er daarvan. Nou, ik heb er 2 van die dingen en ik tel er 3 van die dingetjes bij op. Dus je doet eigenlijk dit. Ja, en dan kom je dus uit op 5/7. Nou, soms kom je uit op iets wat je nog moet vereenvoudigen. Hoe zit dat nu met het vereenvoudigen? Dus kijk, 5/7, dat kun je niet kleiner maken. Dat kun je niet kleiner maken. Maar sommige wel. Stel je voor, je eindigt op 2/4. Die laat bijna nooit iemand staan. Want jullie voelen al aan, dit wordt 1/2. Wat doe je dan eigenlijk? Nou, wat je hier eigenlijk doet, is deze doe je gedeeld door 2 en deze doe je gedeeld door 2. Je kijkt waar kan ik ze allebei door delen. Want iets waar je, als je allebei boven door hetzelfde deelt of keer hetzelfde doet, dan blijft die breuk even groot. Dus als ik bijvoorbeeld heb 3/6, dan kan ik teller en noemer allebei door 3 delen. En dan krijg ik dus 1/3. Bij sommige, och, zin toch, 1/2. Ik zat aan het volgende voorbeeld te denken. Bij sommige breuken krijg je dit. 15/45 bijvoorbeeld, helemaal aan het eind van een som. Ja, wat doe je hier dan? Nou, 15/45, dan kan je teller en noemer allebei delen door 15. Maar je kunt ook zeggen, ik ga het anders doen. Ik ga eerst gewoon kijken, want 15, dat zie ik niet meteen. Wat je dan ook kunt doen, is dat je zegt, nou, ik deel ze eerst allebei door 5. En als ik deze allebei door 5 deel, zowel boven als onder, en ik zie dat ik ze allebei door 5 kan delen, omdat het eindigt op een 5. En als iets eindigt op een 5 of een 0, kun je het door 5 delen. Zo zijn er bepaalde trucjes. Nou, 50 gedeeld door 5 is 3. 45 gedeeld door 5 is 9. En dit vind ik moest dus over, omdat ik hier 5 had geschreven. 45 gedeeld door 5. Nou ja, hoe doe ik dit nu zelf heel handig? Nou ja, ik weet hem ook gewoon, 5 keer 9 is 45. Ik moet gewoon zorgen dat je tafels kent. Maar ik weet dan ook, 50 is 10 keer 5. 5,5 is 9. Nou ja, even tussendoor. Nou, nu zie je dat je allebei nog door 3 kan delen. Dit hoef je niet op te schrijven hoor. Dit doe ik voor de uitleg even. Bovengedeeld door 3, ondergedeeld door 3. En dan kom ik uit op 1/3. Als ik nu meteen gedeeld door 15 had gedaan, dan had ik al gelijk op 1/3 gekomen. Ben je goed in rekenwerken en heb je veel getallen in zicht, dan kan je dat in één keer doen. Soms is het gewoon veilig om met de tussenstap te werken. Dan gaan we kijken naar het volgende. Want ik ga nu natuurlijk door, nu heb ik dit laten zien hoe het werkt, dan ga ik het volgende laten zien. Dus stel je voor, je krijgt nu 2/5 plus 2/2. Dat kan hè, dat je die krijgt. Ja, hier staat dus zonder hele, maar ik wil hem even laten zien met een hele. Wat doe je dan? Nou, ze moeten hetzelfde gaan heten, want alleen dezelfde dingen kun je samen nemen, anders kun je het niet vergelijken. Dus nu moet ik naar 15. En waarom moet ik nu naar 15? Ik moet naar 15, omdat van zowel 3 kan ik 15's maken, als van 5 kan ik op 15's komen. Om van 5 naar 15's te gaan, doe ik hier keer 3. Hier doe ik ook keer 3. Dan krijg ik dus 6/15.
Hier moet ik niet keer 3 gaan doen, de teller en de noemer. Van de 2 blijf ik af, hè. Dat zijn gewoon 2 hele. Maar hier moet ik doen keer 5, want we gaan naar 15 toe. Soms kun je ook makkelijker kiezen voor tevreden. Oh, ik kan niet zo wel over tellen. Want eigenlijk, soms zijn er ook veel gemakkelijkere. Maar die, als je bijvoorbeeld 4 en 6 hebt, dan kun je er ook 12 dus van maken in plaats van 4. Maar dat gaat veel te ver. Laat even zitten. Vergeet maar wat ik gezegd heb. Nou, en dan krijg je dus hier 2 10 vijftiende. Nou, en op dat moment kan ik ervan maken 2 16 vijftiende. Nou, 2 16 vijftiende is gewoon 2 1 vijftiende. En, 3 1 vijftiende. Waarom is het 3 1 vijftiende? Ik heb 2 hele en 16 vijftiende. Op het moment dat ik 16 vijftiende heb, dan is er dus 1 hele uit te halen. Want 16 vijftiende, dat is 15 vijftiende. En dan nog een keer een losse 1 vijftiende. Ja? Normaal zou ik hem overdoen als ik zo'n stomme fout maak. Maar ik ben het filmpje op 2 keer opnieuw begonnen. Dus ik laat het even zo. Jullie kennen mij, ja, dus dan maakt dat niet zoveel uit. Dan gaan we door naar het volgende. Wat nu als je met een min hebt staan? Als je met een min hebt staan. Als je een min hebt staan, bijvoorbeeld 1 2 derde, min 1 zesde, dan kun je ervoor kiezen om hiervan te maken 18e's. Dat kan. Dat kan. Je kunt hier zeggen, ik maak hier 18e's van. Maar je kunt ook zeggen, ja, ik kan hier ook van die derdes, kan ik zesdes maken. Dus dan maak ik hiervan 1 4 zesde, min 1 zesde, is 1 3 zesde, is 1,5. Dat is denk ik allemaal, ja, dat is al basisstof. Dat is wat te doen, denk ik. Wat is lastiger bij min? Het is lastiger bij min als je krijgt, bijvoorbeeld, dan moet ik even opzoeken. Ik heb bijvoorbeeld hier bedacht 2 2 derde, min 5 zesde. Nou, ik maak er weer zesdes van en dan krijg ik 2 4 zestes, hè, want ik doe het, als ik hier naar zestes ga, tel ik je 2, noem ik je 2, min 5 zestes. Ja, en nu heb ik een probleem. Want ik heb hier maar 4 zestes en ik moet er 5 zestes van afhalen. Nu zijn er verschillende manieren. Je kunt zeggen, ik doe er maar eentje, een hele kapot slaan, daar hebben jullie wel eens van gehoord, denk ik. Maar wat ik hier eigenlijk adviseer te doen, dan moet ik eventjes dit aan verschuiven. Oh, het filmpje wordt zo wel erg lang, maar ja. Jullie kunnen spoelen, hè. Je kunt altijd spoelen naar het volgende onderdeel. En dan krijg je dus 2 4 zesde, min 5 zesde. Dan ga ik van die 2, die ga ik ook in zesde schrijven. Nou, in 2 zitten 12 zestes. Hè, dit is voor de uitleg, hoor. Dat moet je niet opschrijven. 12 zestes. Ik had er al 4, dus dan heb ik in totaal 16 zestes. Als ik daar een 5 zesde van afhaal, dan hou ik over 11 zesde. Mag die zo niet laten staan, want hier zit een hele in. En dan moet ik even kijken dat ik het goed opschrijf. 1, 5, 6. Als je nu zegt, ik zie dit ook gewoon zo, 1, 5, 6. Prima, dan gewoon zo doen. Vind je dat lastig, dan kun je het zo doen. Dat was plus en min met de breuken. Nu gaan we breuken vermenigvuldigen. Daar is een regeltje voor. Tellen keer tellen, noemen keer noemer. En dan eventueel nog vereenvoudigen. Maar, let op. Als er hele in zitten, moet je die eerste tussenuit halen. Bijvoorbeeld 1 2 derde keer 2 1 zesde. Dan mag je niet gaan doen, ik doe 1 keer 2 is 2. Ik doe 1 keer 2, 3 keer 6. Dat mag je niet. Dat mag echt niet. Is echt heel erg verboden. Dan moet je dus hele eruit gaan halen. Voor je dit gaat doen, mogen er geen hele meer in zitten. Dat ga ik dus nu laten zien. Ik begin eerst even met een eenvoudige voorbeeldje. Even gewoon simpel, hoe werkt het? En dan zal ik het voorbeeldje van daar pakken. 3 zevende keer 5 zesde. Nou, dan doe je boven 3 keer 5 en je doet onder 7 keer 6. En dan kom ik dus uit op, heb ik het nou goed gedaan? Ja, 15 42ste. Nou, 15 42ste, dit zit in de tafel van 3 en hier kun je ook iets met de tafel van 3 doen. Dus altijd eventjes kijken, kan ik ze nog vereenvoudigen? Als ik dit door 3 deel, krijg ik 14. Deel ik 15 door 3, krijg ik 5. Dus je krijgt 5 14e. In principe mogen jullie dit met je rekenmachine doen, hè, dat je op de knop vereenvoudigen drukt. Zijn er meningen over verdeeld, maar ik vind dat dat gewoon kan. Gaan we naar het volgende. Nu gaan er hele in voorkomen. Nou, dan moet ik even een voorbeeldje van geven. Een voorbeeldje. 1 2 derde keer. Je ziet ook dat ik de punt en de keer door elkaar gebruik. Keer 3 zevende.
Eerst de hele eruit halen. En dan pas mag je die één stap doen. In één zitten drie derdes. In één. Ik heb er, dit is een kladje, hè, niet opschrijven. Ik heb er twee, dus dan krijg je vijf derde. Keer drie zevende. Tellen, noemen. Dit doe ik even voor de uitleg, daar hoef je niet op te schrijven. En dan kom je uit op 15/21ste. Ja, 15/21ste, daar zie je het makkelijker, denk ik. Kun je allebei door drie delen. 5/7. En dan ben je klaar. Dan heb je nog wat bijzondere gevallen. Een situatie is 3/8ste keer 6 bijvoorbeeld. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt zeggen, ik doe eerst 1/8ste van 6 en dat doe ik keer 3. Dat kan. Maar wat je ook kunt doen, is dat je die 6 even als ook daar de hele uithaalt. Dus even zo schrijft. Want 6 is eigenlijk ook 6 eenden, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een beetje gek, hè? Dat is een beetje een trucje. En dan kun je namelijk wel doen, tellen, noemen. Dan krijg je namelijk 3 keer 6 is 18. Gedeeld door 8 keer 1 is 8. En nu bij keer, dus niet gelijknamig gaan maken. Ik zie soms leerlingen bij keer gelijknamig maken. Niet doen. Dat ga ik straks nog iets over laten zien. Lang verhaal kort, dit kun je allebei nog door 2 delen. Dan krijg je 9/4. En dan kun je dit nog vereenvoudigen. En dan krijg je 1, even goed, even 2, 1, 4. Ja, hoofdrekening is niet mijn sterkste kant, hè. Nou, dat is even over keer met de breuken. Dan gaan we delen met breuken. Jij wilt tussen mijn blaadje omslaan. Delen met breuken. Ja, delen met breuken lijkt ingewikkeld, maar is in principe gewoon keer het omgekeerde. En ja, wat ik hier dus, hier ga eens helemaal uitleggen waarom. Ja, als je dat interessant vindt, echt uitpuzzelen. Dat deed ik ook vroeger. Maar ik vind, als je dit lastig vindt, hier niet in gaan verdiepen, dan gewoon onthouden. 3/7 gedeeld door 7/11 bijvoorbeeld. Hè, dat is het voorbeeldje uit hier, wat hier staat. Dan moet je gewoon onthouden, oké. Dat is keer het omgekeerde. Dus dat wordt 3/7 keer 11/7. En dan doe je tellen, keer tellen, noemen, keer noemen. Dus het is een kwestie van goed je regeltjes kennen. En dat kan je gewoon doen. Nou, als we deze dan verder vereenvoudigen, 33/49ste. Oh, ik zit een fout. Ik heb een fout gemaakt. Zien jullie dat? Ik heb een ander voorbeeldje als dit gedaan. Nou ja, maakt op zich niet zoveel uit. Dan kun je gaan kijken, kan ik die allebei nog delen door 3? Nee, want deze kan ik niet delen door 3. Hè? Dus dit laten we zo staan. In het voorbeeldje stond iets anders. Daar stond het met 3/5 en dan krijg je dus 33/35ste. Nou, nu zijn er zo verschillende mogelijkheden en eigenlijk is de ver hetzelfde. Waar moet je nu nog op letten? Ik weet niet of dat erachter hebt staan. Ja, breuken met een minnen in. Nou, hoe zit het nu met een minnen in? Bijvoorbeeld -1/3 keer -1/4. Dan doe je gewoon eerst bedenken, min keer min wordt plus. Dus je krijgt hier 1/12 eigenlijk gewoon. Die rekenregels van die negatieve getallen, die blijven. Is één van de twee negatief, is het antwoord negatief. Zijn ze allebei negatief, is het antwoord positief. Het bekende. Dus, keer aan delen met min. Dan heb je dus van de negatief, is er één van de twee negatief. Dan is het antwoord negatief, allebei negatief, dan positief. Dat moet je gewoon onthouden. En ik ga ook laten zien, hoe zit het nu met de breuken. Plus, gelijknamig maken. Dan tellers optellen, vereenvoudigen. Bij min, gelijknamig maken, hele eruit. De tellers van elkaar afhalen, vereenvoudigen. En bij keer, eerst de hele eruit, tellen keer tellen, noemen keer noemen en vereenvoudigen. Hele eruit, tellen keer tellen, noemen keer noemen, vereenvoudigen. En bij delen, oh ja, ik dacht nog dat is leuk, dan kan ik het zo naar beneden doen. Maar bij delen, wat doen we bij delen? Bij delen, hele eruit, de tweede breuk omdraaien, tellen keer tellen, noemen keer noemen en vereenvoudigen. Als je nou hier een schermafdruk van maakt, dan heb je een overzichtje. Dat was hem. Ja, dit is hoe het werkt. Succes ermee.